605.360 kilometer as we speak. Toen ik wegreed bij Carrick was dat 348. Dus we hebben er 12 kilometer op zitten. Normaal gesproken rijd ik iets langer over de snelweg. Maar ik heb het eigenlijk al gezien met deze auto. Ik denk niet dat dat me nog heel veel extra informatie gaat opleveren. Dus de rit is een klein stukje ingekort. En we zitten in een Mercedes. Het is een E220 CDI. Automaat, uiteraard. Het is eigenlijk een ontzettende taxi dit. Ja, dat is gewoon wat het is. Ja, met dit soort kilometerstanden zit je ook vaak in de Mercedes en Volvo's, BMW's met dikke dieselmotoren. Enkele benzine op gas. Een echte kilometervreter, dat is het. En kennelijk een auto die dus lang mee kan gaan. De eerste indruk is op één stevig irritatiepunt na best goed. En dat irritatiepunt, dat is het constant echt behoorlijk naar rechts trekken van de auto. Als je het stuur loslaat, dan zie je het hop, naar rechts draaien. En ik ben de hele tijd aan het corrigeren. En ik krijg wel eens klachten van klanten die zeggen, mijn auto trekt naar rechts. Dan hebben we hier achter op de 28 tussen afrit Zeist en Soesterberg een kaarsrecht stuk weg. Dat ook nagenoeg vlak is. En daar testen we dat dan. En dan heb je soms auto's die ja, een paar honderd meter nodig hebben om uiteindelijk op de vluchtstrook terecht te komen. Dat zijn afwijkingen, die noem ik marginaal. Maar bij deze auto zit ik zelfs op lage snelheid in de bebouwde kom constant te sturen om maar ja, gewoon op het rechte pad te blijven. Dat is echt, echt irritant. Dat kan aan uitleiding liggen, aan bandenspanning, banden zelf. Er kan wat aan mankeren, waardoor een band een te hoge rolweerstand heeft. Dan gaat een auto ook scheef trekken. Maar meestal is het uitleiding. En die uitleiding die kan ook ja, uit het lood staan doordat er iets versleten is. Dus wellicht dat we dat straks tijdens de inspectie gaan vinden. Ander ja, groot ding, dat is de automaat. Die is bij tijd en wijle heel bokkig. Vooral als ik van het gas afga, dan geeft hij soms ineens een ja, een hele onprettige dreun tijdens het rijden. Dus zolang je ja, gas blijft geven, zeg maar, gaat het best goed. Maar ook daar is iets niet helemaal fris. En dat is natuurlijk helemaal niet gek met deze kilometers. Ik grapte net dat het de auto's van vroeger niet meer zijn. Dat zo'n automaat na 6 ton al stuk is. Maar ik zou het überhaupt bijzonder vinden als dit de originele automaat in ongereviseerde toestand zou zijn. Want dat zou echt een hele knappe prestatie zijn. Anyway, we zijn bijna op de zaak. Ik ga hem op de brug zetten en dan gaan we hem eens even goed bekijken. En ik hoop van harte dat hij wat beter is dan een hoop van de andere frikandellen die we afgelopen tijd hebben gehad. Sommige mensen noemen deze auto een taxi en dat is vaak niet bedoeld als compliment. Dat moet stoppen. Want waar is een auto ooit voor bedoeld? Juist om mensen veilig en comfortabel van A naar B te brengen. Eigenaar Ewout kocht deze auto 15 jaar geleden en heeft daar geen moment spijt van gehad. Over de 500.000 heen en hij gaat gewoon op naar het miljoen. Ewout, welkom met je mooie E-klasse. Dankjewel. Hij ziet er wel shiny uit. Ja, ik ben er ook verschrikkelijk zuinig op. Ja, maar ja. Heb je hem net gewassen? Ik heb hem niet gewassen, maar ik zet hem wel, is hij in het voorjaar in de glascoating gezet. Oké, glascoating. Je kwam uit een C, ja. Toen ging je naar een E. Dat klopt. En dat was best een overgang, in positieve zin. Ja, in positieve zin, want de C was ik al heel erg tevreden over. Maar toen ik deze kocht en in ging rijden, dacht ik, wat een slagschip. En wat rijdt die gigantisch anders. Dan komt waarschijnlijk natuurlijk dat je wielbasis compleet anders zit. Dit is echt nou, veel beter eigenlijk nog als een C nog dan. Dat is een hele complete andere ervaring. Heeft dat er misschien iets mee te maken dat je nu al 15 jaar en meer dan 500.000 kilometers in deze auto rijdt? Ik denk dat dat wel een heel belangrijke factor is. En je bent er nog niet klaar mee? Nee. Ik wil hem graag nog wel zelfs naar 1 miljoen zetten. Oké. Wat verwacht je van de keuring, dat Joep iets vindt? Ik denk dat hij erg weinig vindt, eerlijk gezegd. Want hij is gewoon in goede staat.
Het enige, maar dat zou je misschien nou niet kunnen, direct kunnen constateren, maar in de zomersituatie wil wel eens dat hij van koelen in één keer overschiet op verwarmen. Ik heb begrepen bij de dealer dat er een kastje vervangen moet worden, dat er iets met een chip is die dan eigenlijk dan van slag is. Net zoals een bitje om kan vallen met een computer. Dus dat gaan we eerdaags proberen. En je bent er ook zuinig op, hè? Ja, ik ben op alles zuinig. En ook op je auto. Maar om mijn auto zeker, ja ook, ja. Okay, nou, we gaan kijken hoe die doet. Okay, nou, hartstikke fijn. We kijken naar de 2,2 liter CDI van Mercedes-Benz. Dit is een heel sterk blok. Er zijn verschillende variaties. Er zijn in bedrijfsauto's ook varianten met dubbele turbo. Die zijn iets zwakker. Maar over het algemeen ja, is dit gewoon heel goed spul. Ze hadden een zogenaamde Achilleshiel. Eigenlijk vanaf de introductie van de 2,2 CDI zijn er problemen geweest met de dieselinjectoren. Die gingen lekken, vastroesten. De eerste generatie liepen de brandstofpompen nog wel eens stuk. Dan brak de distributieketting. Ja, dat waren redelijke drama's die zich dan voltrokken. Maar het meeste van die problemen is in de loop der jaren gewoon adequaat opgelost. Maar één ding, dat doet deze generatie nog steeds soms. En dat is het lekken van brandplaatjes. Een brandplaatje is een koperen ringetje wat de ruimte tussen de lucht om ons heen en de verbrandingskamer afdicht. Het zit om de verstuiver heen en die gaan nog wel eens lekken. Als die gaat lekken, dan krijg je een hele nare geur in de auto en een soort teerachtig residu wat ontstaat rondom de verstuiver. Dat heeft deze auto gehad, dat kan ik zien, want er zit nog wat van dat residu. Er is ook één verstuiver vervangen en inmiddels staat er 6 ton op de teller, dus ja, waar lul je over, hè? Niks aan de hand, zou ik zeggen. We kijken hier naar de multiriem. De multiriem wordt aangedreven door de krukas van de motor en is verantwoordelijk voor de aandrijving van wat wij noemen nevenaggregaten, zoals dynamo, waterpomp, stuurpomp en airco-pomp, om een paar voorbeelden te noemen. Die riem die is heel breed en heeft allemaal tanden om ervoor te zorgen dat hij een groter contactoppervlak bestrijkt en daarmee meer kracht kan overbrengen. Want vergis je niet, zo'n riem moet ontzettend veel kracht overbrengen. En hier is iets bijzonders aan de hand, want er missen een aantal kleine stukjes uit die riem. Het doet mij vermoeden dat er ooit iets meegedraaid heeft. Auto-onderdeeltje of misschien een takje of weet ik veel. Er is iets tussendoor gevlogen waardoor er stukjes multiriem verdwenen zijn. Het kan ook komen doordat een van de pulleys waar die overheen draait beschadigd is. Misschien dat we dat vanaf de onderkant kunnen zien, maar ik verwacht niet dat we dat vandaag gaan oplossen. Bij een onderhoudsbeurt zou ik zeggen, hey, of een reparatie, we halen die riem er even af om het allemaal goed te inspecteren. Ja, daar is vandaag helaas geen tijd voor. Laten we positief beginnen onder de Benz. Hij lekt niet of nauwelijks. Ja, her en der is hij een beetje vettig, maar met 6 ton op de klok vind ik dit gewoon uitermate acceptabel. We zien ook wat nieuwe onderdelen zitten in, ik denk, gereviseerd stuurhuis. Ik zie nieuwe reactiearmen, een nieuwe stuurbekrachtigingsleiding. Heel positief allemaal. Ja, we kunnen natuurlijk niet alleen maar positief zijn, want de reactiearmen die zijn vervangen, maar de draagarmen niet. En die zijn ook hartstikke versleten. Dat zie ik aan de rubbers, waarmee die aan de binnenzijde aan de auto vastzit. En dat zie ik aan de rubbers die de schokdempers en daarmee ook veren ondersteunen. De auto trekt ontzettend naar rechts. Dat duidt op een afwijking in het camber. En de slijtage van de voorbanden ook, want de linker voorband is veel verder versleten aan de binnenzijde dan de rechter voorband. Dat past alleen niet helemaal in het beeld van het
scheeftrekken. Dus hoe dat nou precies... Ja, wat daar precies aan de hand is, weet ik niet. En als je dat helemaal zeker wil weten, zou je hem eigenlijk nu op het uitlijnapparaat moeten zetten om te kijken hoe die wielstanden zijn. Vervolgens een reparatie uit moeten voeren. En dan nog een keer kijken hoe de wielen eronder staan en eventuele afwijkingen in camber corrigeren. De eigenaar zelf dacht dat het te maken had met het aflopen van de weg naar rechts, hè, als waterafvoer, en dat de auto daarom naar rechts trekt. En dat kan. Op een hoop plekken in Nederland loopt het wegdek inderdaad iets af naar rechts. En dan trekt je auto dus uiteindelijk ook altijd naar de rechterkant toe. Maar de mate waarin deze auto dat doet, ja, dat is zeker niet normaal. En komt ook niet door het aflopende wegdek. Wat hier nog meer opvalt, is dat er het een en ander aan bedrading van de ABS-sensoren en de remblok-slijtagesensoren los ligt. En dat ligt zowel rechts als links los. Ik vermoed dat dat losgehaald is met het vervangen van de draagarmen en dat iemand toen vergeten is om het vast te zetten. Dus dat ga ik nu even doen. Ik kreeg vroeger heel vaak te horen, kijken doe je met je ogen en niet met je handen. Maar als je automonteur bent, dan kan ik alleen maar stimuleren dat je overal aan gaat lopen duwen en trekken, want dan ontdek je nog eens wat. En zo pakte ik net de uitlaatbeet en kwam ik erachter dat daar wel heel veel beweging in zit. En die is gescheurd bij het flexibele deel, dus de naam zegt het al, flexibel. Hij hoort in zekere mate wel degelijk flexibel te zijn. Maar dit klopt niet helemaal. Hier verderop is de steun al een keer vanaf geroest en vastgelast. Dat is met de achterste steun ook het geval. En daar lekt hij. Dus ja, het is kennelijk de originele uitlaat nog. Maar die heeft de beste tijd wel gehad. En dat geldt ook voor de Hardy schijf. Dat is deze ja, hard rubberen koppeling tussen de kardanas en het kardan. Het kardan is ook wel de haakse overbrenging. Die de draaiende beweging van de as die uit de versnellingsbak komt, haaks de hoek om laat gaan. Er zit een rubberen verbinding of trillingsdemper tussen. En die is stokoud en volledig uitgedroogd. Dat is ook tijd voor een nieuw exemplaar. Kijken naar de linker voorband die aan de binnenzijde helemaal weggesleten is. Dat kan komen door een overschot aan camber, dus dan staat het wiel met de bovenkant te ver naar binnen. Het kan komen doordat er te weinig toespoor is of te veel uitspoor. Dan wijzen de voorwielen naar buiten toe en dan gaat zo'n auto ook op de binnenkant van de band lopen. Maar ja, er zitten ook versleten draagarmen onder, dus dat ja, kan ook een combinatie van verschillende dingen zijn. Hij is in ieder geval toe aan één, of eigenlijk dan automatisch twee nieuwe voorbanden, een paar nieuwe draagarmen. En rechtsboven en linksboven hebben we de bovenste draagarmen van de voorwielophanging met elk hun eigen fusékogel. En daar is een soort schoolvoorbeeld van de ene die kapot is. Er zit een gaatje in het hoesje wat die kogel moet isoleren en dat is afkeur. En aan de andere kant heeft denk ik ook zo'n gaatje gezeten, want daar zit er een klodder kit op dat hoesje. Ander ding dat hier opvalt is de wijze waarop de auto geconstrueerd is. Aan het chassis zijn plaatwerkdelen vastgemaakt en verstevigingen voor onder andere montage van draagarmen. En zowel linksvoor als rechtsvoor zijn daardoor een aantal compartimentjes ontstaan, een soort badkuipen waar zand en vocht in kan blijven staan. En daar zie je dat die al stevig begint te roesten. Dat is allemaal niet gek natuurlijk, die auto die is ook niet nieuw meer, maar als dat anders geconstrueerd was vanuit de fabriek, dan had je dit probleem in de kiem kunnen smoren, zo gezegd. Ik was nog iets vergeten te melden. Zowel linksvoor als rechtsvoor heeft het wiellager wat speling. En dat is helemaal niet zo erg. Dat kan je bij deze auto's namelijk nog afstellen, die wiellagerspeling. Dus kwestie van wiel eraf, metalen dopje weg, 20 minuutjes hooguit en dan is dat gefixt. Dat hoef je dus niet te vervangen, maar kan je nog repareren. Het is
ik dit wiel draai, dan hoor je dat de rem wat sleept. En als ik naar die remschijf kijk en eraan voel, dan voel ik aan de buitenranden een hele dikke groef zitten. De remblokken zijn altijd iets kleiner dan het oppervlak van de remschijf. En zo'n remschijf die wordt dus niet evenredig platter, maar daar slijt eigenlijk ja, geulen in. En aan de randjes die overblijven, kun je zien of nou ja, daar kun je informatie aan uit ontnemen dat en of hoe ver een remschijf versleten is. Nou, dan heb ik een schijfdiktemeter waarmee ik de exacte dikte kan opmeten om te kijken of zo'n schijf onder de minimale maat is. Alleen de constructie van deze auto laat niet toe, zelfs als ik het wiel eraf zou halen niet, dat ik die schijfdiktemeter gebruik. Dus ik begeef me nu op glad ijs, maar ik durf te zeggen dat deze schijven onder de maat zijn. En dat, ja, een E-klasse is een vrij lijvige auto. Achter heeft hij ongeventileerde, massieve remschijven dus. En een millimeter of, nou, 8, 9 zal daarvan de minimale maat zijn. Misschien 7. Maar ik denk eigenlijk dat het 8 of 9 is. Dat kan ik even opzoeken. Maar dit oogt te dun. En die groeven erin die zijn zo gruwelijk diep. Dit is gewoon aan vervanging toe. Uiterlijk wanneer de remblokken versleten zijn. Deze werkplaats is regelmatig de plek waar dromen uiteenspatten. Of auto-onderdelen. En ook vandaag was dat voor de eigenaar van deze auto ja, wel zo'n soort momentje. En dat is wel grappig, vind ik, of opmerkelijk. Want ik vind dat het allemaal wel meevalt met deze auto. Ja, hij is zeker niet perfect. Maar we moeten leeftijd en kilometerstand niet uit het oog verliezen. En dat meegenomen vind ik het eigenlijk een best wel goede auto. En vooral eentje die veel beter is dan het meeste dat wij voor klokje rond te zien krijgen. Dus ondanks dat het niet perfect is, toch één duimpje omhoog vandaag. Ewout, de keuring zit erop. Heb jij nog die afspraak met die psycholoog vanmiddag? Die ga ik wel maken. Ik heb zijn nummer al opgezocht, dus... Nee, maar even, ik denk dat Joep het heel goed heeft samengevat. Ja. Niet perfect, er zijn wat dingen, ja. Maar geen slechte auto. Nee, maar toch? Toch valt me tegen. Ja. Toch valt me tegen. Ik had eigenlijk hem hoger staan, zeg maar. Het is nog steeds, dat je zegt, een goede auto, want hij rijdt ook voor de rest prima. Ik weet dat hij een beetje naar rechts ook trekt, maar ik denk, nou, dat doe ik nog wel eens een keer. Maar toch, het zijn allemaal van die kleine puntjes voor op de i. En ik ben eigenlijk wel een perfectionist. Dus eigenlijk wil ik het wel dat we allemaal voor elkaar hebben. Ik wil gewoon eigenlijk alles... altijd super in orde hebben. Okay. Dus het irriteert me dan wel een beetje. Okay. Maar we begonnen met op naar miljoen. Er moet wat aan gebeuren. Gooi je de handdoek in de ring? Of, Nee, ik ga echt wat dingen doen. Die simpele dingen zijn we allemaal, weet je wel. Die dan eigenlijk denk ik gewoon met nou, weet ik wat, misschien wel €2000 op te lossen zijn. Hè? Gewoon een rubbertje hier, een dingetje vastzetten en een uitlaatje nou, goed doen. Dat vind ik gewoon een prettig gevoel. Ik hou van dat iets netjes en goed is. Oké, okay, nou dan zien we je nog terug. Ja, bij de miljoen. Oké, okay, top. Binnen deal. Binnen 10 jaar dan, hè. Oké. Okay.